Beste luisteraars, van harte welkom bij de vijfde muziekpraat in de Pletterij, het debat- en cultuurpodium in Haarlem. Vanavond gaan we praten over nieuwe noten en het belang van nieuwe noten versus het belang van noten die al eerder geschreven zijn en wachten op heropvoering. En dat gesprek dat voeren we met een aantal topmuzici. De eerste staat hier online. Ruud Roelofsen. Zit er kraak in of zo? Ja. Oké, goed. Moet ik hem dichter bij mijn mond houden? Goedenavond, beste luisteraars. Van harte welkom bij de vijfde muziekpraat in de Pletterij in Haarlem. Dat is het cultuur- en debatpodium op de gracht, aan de gracht in Haarlem. En wij gaan vanavond praten over nieuwe muziek. Ik ben Philomeen Lelieveld, ik ben vanavond de debatleider. En namens Arno, heet ik Arno Duivenstein, heet ik jullie van harte welkom. Ook de thuiskijkers, luisteraars. Met wie gaan we in gesprek over nieuwe noten, maar ook over het belang van opnieuw uitvoeren van nieuwe noten? Het belang van de première en de herpremière. En dat soort kwesties gaan we bespreken met Ruud Roelofsen, met Fie Schouten en Bart van Dongen. Alle drie topmuzici op het gebied van de nieuwe muziek. En ook promotors van alle varianten van de hedendaagse podium en de muziekpraktijk op de podia. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar nieuwe muziek luisteren. Het stuk Ambiversion van Terra de Maris Oyens. Eens een nieuw stuk geschreven voor Harry Sparnaai, de basklarinetist, die helaas eigenlijk kort geleden is overleden. Dit stuk is in een nieuw jasje gestoken voor vanavond. Door Fie, samen met Bart. En we zijn heel benieuwd naar jullie uitvoering. Dankjewel. Thank you.
Thank you.
Jij ook wat drinken, Fien? Heb ik. Ja. Dank je. Zo, dat was een... Fijn. Een wolk geluid waar je in ondergedompeld raakt. En ik denk dat het leuk is om te beginnen met even jullie voorstellen aan het publiek en daarna even over het stuk gespeeld hebben om uit te leggen wat het is en waarom het zo bijzonder is wat jullie doen. We hebben hier Fie Schouten. Fie Schouten is... Hallo. Fie Schouten, wel bekend. Van de nieuwe notenserie in Amsterdam en die ook op allerlei andere plekken in Nederland. Ik krijg een... Fie Schouten, heeft u al aangesloten? Ja. Je hebt een prachtige serie, maar je bent basklarinetist, maar je speelt ook allerlei andere klarinetten, want behalve de basklarinet hebben we ook nog een contrabas. Ja, contrabasklarinet. Ja. En je zet je al jaren in voor nieuwe noten en het schrijven van nieuwe noten. En je hebt heel veel opdrachten gedaan voor componisten, dus je brengt heel veel premières van stukken. Je bent ook bovendien ook altijd heel erg alert op, de fair play, zoals dat heet. Mm. De eerlijke betaling van muzici en componisten voor het werk wat ze doen. En daar heb je ook een mooie prijs van ontvangen. Fijn je erbij te hebben. Ja. Bart van Dongen, een belangrijke promotor, ook van de nieuwe muziek. Jij bent de artistiek leider, de geestelijk vader van het paviljoen voor ongehoorde muziek in Eindhoven. Ja, klopt. Behalve dat dus ook toetsenist en multi-instrumentalist, bij mijn weten. Je speelt allerlei instrumenten, klopt dat? Ja, maar vooral toetsen. Ja, ja. De rest, dat is wanneer nodig. Ja. Nou ja, en je hebt je nu ook mooi ingezet om dat stuk hier te improviseren, mee te improviseren. Ja. Heel mooi ook om jou erbij te hebben. Links van mij Ruud Roelofsen, de jongste van het stel. Ja, dat klopt helemaal, ja. Doet die microfoon het? Want, ja. Ja, componist. Behalve componist ook percussionist. Klopt, ja. Jij experimenteert met klank, geluid, het grensgebied van waar muziek in klank overgaat. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje komt door mijn achtergrond als slagwerker weer. Ik denk dat dat ook alweer een soort van een slang is die zijn eigen staart bijt, zeg maar. Ja. Ik ben heel erg geïnteresseerd in vooral ruisgeluid en verboden geluiden bijna. En jouw thuisbasis is op dit moment het buitenland, begreep ja, ik? Ja, klopt. Northwestern University. Ja. En daar de School of Music, de Beenham School of Music. Klopt. Ja. En daar ben je zowel als docent betrokken als nog met een opleiding bezig? Of? Nou ja, docent. Ik ben geen professor, maar je wordt daar, als je een doctoraatprogramma doet, dan word je ook geacht een aantal lessen te geven. En officieel is je titel dan instructor. Instructor. At Beenham School of Music, ja. Nou, we hebben nu. We gaan even beginnen met napraten over dit stuk Ambiversion. Het is geschreven in 1983 door Tera Damaris Oyens. Helaas al lange tijd niet meer onder ons. Ik zelf was voorzitter van de Tera Damaris Oyens Stichting, tot voor kort. En wij behartigden de belangen van haar muziek en dat haar muziek gespeeld zou blijven worden. En ook het promoten van jong talent. En jong talent, of naar jong talent, gewoon überhaupt talent in nieuwe muziek en eigentijdse muziek. En dat stuk ligt in mijn depot. En ik ben de conservator van het Nederlands Muziekinstituut in Den Haag. Althans, de collectie van dat instituut dat beheerd wordt door het Haagse Gemeentearchief. En dit stuk ligt daar te liggen. En ik ben heel blij dat jij dat er weer uitgetrokken hebt en besloten hebt om het op het programma te zetten, Fie. Kun je uitleggen waarom je dit stuk, hoe dat op jouw pad is gekomen? Wij hebben gesproken en zodoende bedacht ik dat er een solostuk is voor basklarinet van Tera Damaris Oyens.
Dat heeft mijn oud-docent Harry Sparnay dan gespeeld en ook is er een opname. En toen dacht ik, nou ja, ik koop het even bij Doornemus. En dat vond ik zo, ja, grappig, een partituur, want het waren helemaal geen normale noten eigenlijk. Ja, zo'n beetje, ook een beetje improvisatorisch eigenlijk. En een hele leuke partituur, want dus de, zeg maar de soundtrack is helemaal getekend. Dus allemaal stippeltjes en lijntjes en dingen. En toen ik samen met Arno bedacht van we gaan de muziek praten over nieuwe noten doen. Toen leek het me leuk om dit te doen. Ook omdat ik ook naast uitvoeren van echt allemaal geschreven noten ook bezig ben met improvisatie. En toen leek het me heel leuk om dat samen met Bart te spelen. En nu wil het toeval dat ik morgen in Amsterdam dit stuk weer ga spelen. Maar dan ga ik doen zoals Tere de Maris ooit bedacht heeft. Dus dat vind ik eigenlijk heel leuk. Omdat je dan twee uitvoeringen hebt die verschillend zijn. En waar mensen dan ook weer anders op kunnen reageren. Dus dat eigenlijk wat betreft, dit was mijn première van dit stuk, zeg maar, voor mij. En morgen speel ik dan nog een keer. En ik had bedacht dat ik het met Bart wilde spelen, ook om, vanwege de aard van de soundtrack. En hij heeft dan bedacht dat hij op dit instrumentarium zou spelen. Ja. De soundtrack, nog even voor de duidelijkheid. Het is geschreven oorspronkelijk voor basklarinet en soundtrack. De soundtrack was door Tere de Maris ooit gemaakt zelf. Ja. En die hebben jullie gebruikt. Die lag ook onder dit stuk. Ja. En daar hebben jullie een improvisatie op gedaan nog. Ja, en voor mij was het af en toe onduidelijk. Ben ik het nou of is het de tape? Dat had ik vandaag ook. Dat je ook jezelf niet meer kon horen. Ja, ik hoorde mezelf wel, alleen ik wist niet of ik het was. Snap je, want de geluiden, dat zat zo lekker in elkaar. Dat ik het niet meer, voor mij niet meer was van ben ik het nou of is het de tape? Nou ja, dat vind ik altijd een prettig gevoel. Dan betekent dat je echt in het stuk zit, zeg maar. Ja, de enige waar ik me dan aan gehouden heb is eigenlijk een soort van de vorm die zij bedacht heeft. Je begint op de basklarinet, in het midden speel je contrabasklarinet en dan speel je weer basklarinet. En dat vond ik ook in de improvisatie eigenlijk logisch, omdat er een soort, ja, er zit eigenlijk in die soundtrack een beetje een soort zo dit, had ik het gevoel. Een beetje dat machinale ook, en daarom, ja. Ja. En daar past dat heel goed. Dat heeft ze heel prachtig bedacht, dus dat heb ik gelaten. Ja, ja. Dus als je wil horen hoe het klinkt met alleen de soundtrack, dan morgen in Amsterdam? Dan morgen in Amsterdam, ja. Ja. En het staat op mijn website waar enzovoort. Dat, ja. Oké, heel goed. Ruud, jij maakt ook heel veel muziek met elektronica. Ja, dat klopt ook inderdaad. Ja, en ik heb op YouTube een filmpje gezien waarin ik een hele groep mensen bezig zag met objecten aanstrijken en betokkelen. Kun je iets vertellen over het ontstaan van het service? Dat ja, stuk. Precies. Dus ik heb een stuk gemaakt. Dat is voor 8 spelers. En eigenlijk was de opdracht van het ensemble aan mij van schrijf iets voor objecten. Nou, dat is nog steeds, kan dat van alles zijn. En mijn insteek voor het stuk was, wat als we nou, het klinkt misschien wat sci-fi voor sommige mensen, maar stel dat Elon Musk ons allemaal naar Mars brengt. En we hebben maar 1 stuk bij ons. Dat zou dan mijn stuk zijn. Dat is misschien wat pretentieus. Maar stel, we hebben daar eigenlijk geen instrumenten. Wat zouden we dan kunnen doen? Hoe noteren we dat? Oftewel eigenlijk hoe quasi zonder muzikologie maak je een stuk? En zo heb ik dat stuk gemaakt. Dus voor vierkante of eigenlijk rechthoekige objecten die mensen dus ook zelf mochten versieren eigenlijk bijna. Waardoor er een soort weerbarstige relief op kwam. Wat ook door het stuk heen ook een beetje kapot ging, wat heel komisch was. En allerlei choreografieën met weer objecten op die objecten. Of surfaces of oppervlaktes eigenlijk. Ja. Je laat die mensen krassen op die ja, tablets. Of ja, het lijkt van een afstandje laptop soms. Maar het waren platen van
van hout of van... Ja, het was, ja, dus zeg maar, de instrumentatie was ook echt het enige waar het eigenlijk aan moest voldoen. En één voorbeeld voldeed daar in die uitvoering niet eens aan, maar dat vond ik zo geniaal. Dat was iemand die had een verkeersbord gevonden. En toen dacht ik, oh, dat is ook wel leuk. Maar in principe is alleen de vorm van het oppervlakte moet rechthoekig zijn, quasi A3-formaat. En het materiaal wat je kiest, daar moet je ook een aantal objecten waarmee je dan daar op speelt, die moeten dan relateren aan het materiaal van je oppervlakte. Dus stel, je hebt een, nou, daar hangt daar een poster, stel je hebt een papieren oppervlakte, dan moet je met een kartonnen rietje spelen, bij wijze van. Dus dat was een beetje de insteek van hoe ik dat heb gedaan. Zodat het ook open is, dat iedereen het kan doen. Een van de dingen was ook zo van, of je nou een gouden plakkaat hebt of een... Of eentje die je net uit de kliko hebt getrokken. Het esthetisch gezien maakt het dus niet uit. En dat is misschien, komt dat er vanuit mijn slagwerk verleden ook, dat we altijd overal dingen vinden. Maar. En is het, om bij het thema van de avond te blijven, is het één keer uitgevoerd of meerdere keren? Het is één keer uitgevoerd. Het is ook gedocumenteerd in het Tinguely Museum, maar dat is een videodocumentatie. Maar eigenlijk is het echt maar één keer uitgevoerd, ja. En is het heropvoerbaar? Heb je een partituur gemaakt bij dat stuk? En is dat lezen? Nou ja, de partituur is... een kind kan letterlijk de was doen met een beetje instructie van misschien een ouder of een begeleider of wat dan ook. Het is een beetje gebaseerd op die bouwtekeningen van IKEA en Lego. En het is heel instructioneel. Er zitten wat moeilijke passages in, maar ja, in principe kan iedereen dit spelen. Zeg maar, als we hier nu met z'n achter zouden zijn, zijn we volgens mij ook. En we zouden beslissen dat nu te doen. Als we die spullen hadden, konden we dat doen. Ja. Ja. Oké. Ja. Ja. En is het iets wat je zou kunnen programmeren? Dus je ziet een groep mensen in een kring zitten en jij bent een, nou ja, niet, jouw podium is meer, het is niet echt een podium, hè? Het is een lab werkplaats. Ja, het is een muziek ontwikkel- en ontdekplek. Ja. En daar hoort het podium bij, omdat het podiumkunsten zijn, podiumkunsten is. Dus, maar ik zeg, ik heb wel een podium, maar ik ben geen podium. Omdat, en dat is echt een cruciaal verschil. Dus ik denk dat in de muziek echt het ontbeert aan R&D-plekken. Onderzoek- en ontwikkelplekken. Iedereen denkt dat op festivals, als een Holland Festival of een November Music of wat dan ook, dat je daar zomaar kwalitatief goede muzikanten of goede componisten hebt. Dat is niet zo. Dat moet ergens beginnen en dat moet fout kunnen maken en dat moet hele slechte dingen kunnen doen om te ontdekken van, oh, dat werkt wel, dat werkt niet, dat wil ik anders. En daar houden we ook bij dat je dingen meerdere keren kunt doen, zodat je dingen kunt aanpassen. Het rare is dat bijvoorbeeld in de beeldende kunst heb je wel in elke provincie minstens één presentatieplek waar we mensen residentie kunnen doen en dingen kunnen ontwikkelen. En in de muziek hebben we dat helemaal niet. Dat is eigenlijk al raar. Omdat het is belangrijk ook om een goede première te krijgen van een stuk dat er goed ontwikkeld kan worden voordat je iets voor het eerst neerzet. Ja, maar de première is bijna altijd te vroeg. Ja, dat bedoel ik. Omdat er te weinig ontwikkelplekken zijn. Ja. En dus dat je te weinig doorwrocht is, omdat je dingen nog kunt aanpassen. Nee, er is een datum gepland en dan moet het gewoon gebeuren. Het zou echt heel goed zijn als er een soort dekking in het land zou zijn dat je minimaal in elke provincie één plek hebt waar dat kan. Zodat je mensen ook op meerdere plekken dat kunt doen, zodat het publiek ook het kan ontdekken en vooral dat je meer speelbeurten kunt krijgen, ook als muzici, zeg maar. Ja. Kijk, vroeger was niet echt alles altijd beter. Maar er waren wel meer podia voor hedendaagse muziek. Er was een soort van circuitje waar je dan langs kon, zeg maar. Dan ging je naar Alkmaar. En toen zat Bart er nog niet, maar dan ging je ook naar Eindhoven. Ja, dat waren de VIP-podia, toch?
Ja. Of de VAMP? Was dat? Ja, zoiets, ja. Ja. Nou ja, van Vereniging Actuele Muziekpodia. Ja, precies. Ja. Nou ja, en daar ging je dan langs en dan vraag je subsidie om dat wat te ondersteunen. En nu moet je dan zeggen hoeveel concerten je doet, maar dan denk ik van, hé, maar waar zijn die podia dan, ja, zeg maar? Ja. Dus dat, ja, dat is absoluut een probleem. En dan, ja, zijn muziek moet zich kunnen ontwikkelen. Ja. En dan weet je pas, oh, dit is echt een goed stuk, of het is iets voor mij, of misschien is het niet iets voor mij, maar voor iemand anders. Maar dat, ja, dat heeft tijd nodig. Ja, maar ook het publiek. Het publiek, ja, ook. Ik had vorige week bij mij een Italiaanse elektronische muziek. En die vertelde dat hij dus in Trieste een podium was begonnen voor elektronische muziek, improvisatiemuziek. Aan de randen van de stad, want daar was het goedkoop, zeg maar. En hij zei, ik had eerst de lokale alcoholisten bij mij binnen. Die bij het eerste optreden zei, ja, maar ik kan geen Dire Straits gespeeld worden. En die na 5-6 keer de muziek begon te waarderen. En ook echt in de gaten kreeg, hey, dit is wel een goed optreden en dat is een minder goed optreden. En nu zijn het allemaal liefhebbers geworden. Door het de mogelijkheid er is en dat het elke keer weer gebeurt. En die kans krijgt in Nederland deze muziek gewoon helemaal niet. Nee. Want je moet zoveel publiek trekken en zoveel inkomsten halen. En je moet zelf je eigen podia gaan regelen eigenlijk. Per project moet je eigenlijk zelf misschien ook wel dingen gaan doen op een ander podium dan je misschien... Ja, ja, maar ik weet dat er niet of dat per se ergens, zeg maar. Hè, zo van bijvoorbeeld in een museum, denk ik dan. Of op een... Ja, overal. Ik doe nu een project op 5 boerderijen in Brabant. Ja. Nou ja, dat volgens mij, en juist doordat je het op een andere context zet, staan mensen echt zijn ze meer ontvankelijk voor nieuwe indrukken. Ja, ik denk of andere plekken of gewoon continuïteit. Dus nou ja, goed, door corona is natuurlijk elke continuïteit eruit getrokken. Maar met Nieuwe Noten in Amsterdam begon het toch een beetje te lopen, zeg maar. Omdat je weet gewoon één keer op zo'n zondagmiddag is er iets. En, Nieuwe Noten is een serie in het Pleintheater in Amsterdam. Ja, over nieuwe muziek. Ja. En daar is nu een vast klein eigen publiek wat daar... Dan weet je gewoon... Nou, net als ik vroeger dan naar de ijsbreker of zo ging, dan wist ik gewoon, nou ja, het is in ieder geval verrassend. En of het me bevalt, dat zie ik dan daarna wel weer of zo. Dus dat weet je dan in ieder geval sowieso. Ja. Dus dat is nodig, voor mij in ieder geval. Als publiek en als speler. Ja, en die proefpodia of zeg maar die lab-situatie of dat soort ontwikkelplekken heb je nodig om te zorgen dat er goede premières komen. Want anders krijg je het risico dat Erik Voermans had dat ook, hè, dat heb je ook gequote in het programma. Van ja, dat is een première dan de ook vloek het van laatste. De première, ja, omdat het dan, als het dan net niet lekker over het voetlicht komt, dat mensen denken: ja, wat moeten we nou eigenlijk met dat stuk? En dat kan voor een componist ook lastig en frustrerend zijn, misschien. Heb jij dat wel meegemaakt, dat je iets van jou hebt gehoord? Ja, beide eigenlijk. Ja? Kun je een voorbeeld geven? Wat ik net zei, bijvoorbeeld dat stuk met die 8 spelers, dat hoor je maar 1 keer. En daar ben je dan heel blij om natuurlijk, dat het gebeurt. Aan de andere kant, als iets 12 keer gaat, dan of zoals Vie heeft laatst iets 3 keer volgens mij van mij gespeeld. Dan zit er opgenomen. En opgenomen, ja. Dat is ook een stukje ontwikkeling. Zonder dat, zeg maar... Ik verander niet vaak maar na een première iets, dat is misschien iets persoonlijks. Maar je leert ook je proces beter kennen als componist doordat het vaak wordt gespeeld. Of inderdaad wat Bart net ook zei, je leert jezelf eigenlijk een beetje kennen als artiest. En dat is gewoon belangrijk. Met premières, ik heb dat in het begin van mijn vrij korte carrière eigenlijk tot nu toe wel gemerkt. Van premières leer je eigenlijk niet zoveel, want je bent... Ja, zenuwachtig. Je zit daar een beetje zo van, oh, hopelijk klappen ze en zo. En dan ben je helemaal, niet aan het luisteren. En dan krijg je documentatie mee. Oftewel een opname. En dan ga je nog eens luisteren. Dan denk je, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Maar met een live publiek echt zelf ook meeluisteren met dat publiek, dat is echt een heel waardevol ding. Want dan ga je toch anders
naar dingen luisteren. Dus de wezenlijke dingen als structuur van je muziek. Zo van, oh, het werkt eigenlijk zo. Ja, ik had het wel zo verzonnen, maar het werkt eigenlijk net even anders. Goed voor in het paviljoen was laatst een duo uit Brussel. Ja, ja. En die toen ik zelf niet kon, zeg maar. Nee, precies. Ja. Maar die deden een stuk en elektronica viel uit. En dat was dus voor slagwerk, klaversymbool en elektronische geluiden. Net als het stuk wat we net hoorden eigenlijk. En die elektronica viel uit. En ik dacht, nou, laat maar. Ja, als in, laat maar uit. En ik heb dat stuk dus op een andere manier leren kennen. Het is dus zo van, oh, dat kan eigenlijk best wel zonder. Dus ja, zelfs door dat soort dingen leer je. En dan is het nog steeds niet een slecht stuk met. Maar je leert gewoon dingen over wat je maakt. Van, dit is... Ja, maar het is ook wat ik heel vaak zie is. Het is zelden dat je. Ik wil het andersom zeggen. Dat je een stuk goed voorbereid ziet. Want heel vaak dan hebben de mensen uiteindelijk te weinig tijd aan besteed. Om wat voor oorzaak dan ook, zeg maar. En dan gaan ze spelen. En dan krijgt de componist de schuld. Ja, want dan is het geen goed stuk. En heel vaak. En als je echt een stuk echt goed kunnen beoordelen, dan moet het ook echt goed gespeeld worden. En goed voorbereid zijn. En daar nekt het zich. Ja, dat toch heel vaak liefdewerk oud papier is. Dat mensen dat moeten doen, zeg maar. En een enkeling. Die doet dat wel. En dan hoor je echt waanzinnige stukken. En dan kan je altijd nog zeggen. Ja, maar dat. Het is geen goed stuk, maar het is wel goed voorbereid, zeg maar. En heel vaak zit daar echt een hobbel. Nou, dat is zeker. Ik bedoel, dat heb ik in mijn ontwikkeling als speler van nieuwe muziek ook wel geleerd. Maar op een gegeven moment heb ik voor mezelf besloten, ik wil iets spelen heel goed voorbereid. Of anders doe maar niet. Zeg maar. Ja. Maar ik ga niet mee. Ik bedoel, ik had goed. 20 jaar geleden, toen ik ging gewoon spelen en zo. Oh, nieuw stuk. En nou ja, hup. En proberen maar. En op je bek vliegen en zo. Maar oké. En nu heb ik ook wel eens een stuk. Denk, nou, het is geen hoogvlieger. Maar ik heb ook zelfs wel stukken die ik dan opneem. Geldt niet voor Ruud zijn stuk. Maar die ik misschien niet geniaal vind. Of waarvan ik denk, die ik om een bepaalde reden opneem. En toen kwam het feedback op dat stuk. Dat het misschien niet zo'n heel geweldig stuk was. Maar dat ik er heel goed vorm aan had gegeven. En toen was ik eigenlijk heel blij. Want toen dacht ik, ja. Ik heb mijn uiterste best gedaan van het stuk. Nou, eigenlijk is het gelukt. Ja, maar dat vind ik dus echt iets wat. Ik weet nooit zo goed. Ik ben zelf ook componist. Maar ik weet nooit zo goed waar het eigenaarschap ligt. Ja, precies. Van wie. Nou, nu ga ik iets heel gechargeerd zeggen. Ik vind Mozart verschrikkelijk. Maar als Maria Suara Perez speelt, vind ik het prachtig. En als anderen het spelen, vind ik er echt geen drol aan. En wie is dan de componist? Daar heb je ook een zekere volume ook voor nodig van mensen die jouw werk willen uitvoeren, denk ik. En samenwerkingsrelaties, om te kunnen merken wie klikt met jouw idioom. Ja, en tijd investeren en wie het snapt, ja. Enzovoort. Ja. Ik vond dat bij Novel Music ook, ik ben haar naam kwijt, maar dat was volgens mij een Canadese componist. In ieder geval, er waren twee muzici die al 20 jaar... haar werk speelde, zeg maar, een contrabassist en een fluitist. En het was echt. Het is ook waarschijnlijk eenvoudig, zeg maar. En het was echt prachtig. Er ging Klang een nieuw werk van haar spelen. En je merkt, ja, maar die jongens, die kunnen dat werk gewoon niet spelen. Want die zijn nog zo aan het worstelen met dat idioom dat het eenvoudige noten zijn, maar. Dat het goed getuimd moet worden en goed geïnterneerd enzovoort. En je zag alleen maar van, hoe doen we dit? Maar ze waren wel op november aan het spelen. En het was de première? Het was de première. En het publiek zat een beetje verbaasd van, wat moeten we met dit stuk daarna? Ja, en dan weet je niet of het... Ik ben altijd zo blij dat ik niet het publiek ben. Ik ben veel te kritisch. Dus, ja. Dat vind ik altijd lastig. Omdat...
Ja. Want dan ben ik niet tevreden, maar ik zie dan allemaal tevreden mensen om me heen. Denk ik, ja, dan... Welke voorwaarden zijn er voor die samenwerking tussen muzici en componist voor jou? Hoe doe jij dat in de praktijk? Dus... Ja, nee, in de praktijk, dat zijn verschillende vormen voor. Soms dan is er een open oproep bijvoorbeeld voor voorstellen uit een ensemble. En dan schrijf je daarop in en dan wordt het een soort gecureerde loterij, zeg maar. En dan heb je de voorwaarden al eigenlijk al op papier. Dus je contract, wat ze van je verwachten. Wat je van hun kan verwachten tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar inderdaad, wat Bart ook zegt, zo, dingen zoals misschien moeilijkheidsgraad of complexiteit misschien beter. Daar wordt soms niks over gezegd. Dat is niet zo makkelijk te duiden in zo'n proces. Nou ja, en andere keren, zoals met Fee, die heb ik gewoon gemaild. Hoi Fee, wil je een stuk van mij? Dus ja, dat wisselt heel erg. Maar jij kende haar geluid en je had had jij het idee van ik wil ook voor haar specifiek schrijven? En daar ook vanwege haar kwaliteit of haar specifieke... Nou ja, wij hadden daarvoor toevallig een Stockhausen-productie samengespeeld bij Insomnio Ensemble. En toen dacht ik, dat is gewoon een fijn persoon om mee te werken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Het moet ook gewoon klikken. Ja, en soms valt dan opeens, is daar het moment, zeg maar, met Bas Klein en het Verstijn hadden we bedacht, oké, thema slagwerk, met slagwerk. En dan is het natuurlijk eigenlijk leuk om een componist te vragen die ook slagwerker is. Dat werd ook een stuk voor Bas Klein, het slagwerk en cello en allemaal heel subtiel. Dus ja. Maar het zit hem dus ook heel echt in goed opdrachtgeverschap. Ik zat een keer in de auto van... Ik ben 7 jaar artistiek leider geweest in Maastricht van Intro in Situ. En ik heb 2 keer iemand van een productie af moeten halen. En dit was een van die keren. Dus ik was naar Antwerpen gereden om iemand persoonlijk uit te leggen dat hij niet meer mee mocht doen, zeg maar. En dus ik reed daarvan terug naar Maastricht. En toen had ik de hele de radio-uitzending over op de Belgiaan. Het ging over architectuur. Wat zo goed architectuur? Hè? En die man legde dus uit van een goede architectuur ontstaat vanuit goed opdrachtgeverschap. En in de muziek, zeg maar. In die zin ben ik misschien een beetje atypische componist. Alles wat ik componeer wil ik ook dat het uitgevoerd wordt. Maar ik wil ook dat het veel gespeeld wordt, zeg maar. Dus nou ja, ik ben even haar naam kwijt, maar in ieder geval de professor die in Maastricht klank of geluid geeft, zeg maar. Karin Bijsterveld. Die kwam dus naar intro van, we hebben 3 jaar onderzoek gedaan over maatschappelijke betekenis van geluid. En ik wil een compositieopdracht geven. En die wilden dus een soort voor een ensemble en een soort messiaansachtig ding van 8 minuten. Ik zeg, ja, Karin, dat gaan we gewoon niet doen. Dan gaat een ensemble het 1 keer spelen en dan is het klaar. Dat gaan we niet doen. Het moet een stuk van 3 kwartier zijn. En ik weet ook wie ik dat wil laten doen. En dan kan ik het verkopen. Ja, want dan heb ik een stuk en dan kan ik naar festivals, want het is 3 kwartier. Aart Strootman, die heeft toen de opdracht gekregen, zeg maar, om voor Temco dat stuk te schrijven. Dat was geweldig, want Aart, die had zich heel goed voorbereid op het gesprek met Karin. Dus Karin had een heel dik boek geschreven over dat onderzoek. En hij had dat boek gelezen. En zij was helemaal zo... Niet één student van mij heeft dat boek gelezen. Dus dat was klaar. Die was binnen, zeg maar. Maar uiteindelijk, dat stuk heeft dus... Dat wordt nog steeds gespeeld. Het heeft dus als ensemble een stuk voor Temco... Ik weet niet hoe vaak gespeeld. Maar daarna heeft dus de Philharmonie Zuid-Nederland... Aart de opdracht gegeven om dat stuk te bewerken voor strijkorkest... En Temco. En vervolgens heeft dat dus over de hele wereld gespeeld. Waarin zit dan dat goede opdrachtgeverschap? Nou ja, dat je dan...
dat je dan, kijk, dit heeft zo uitgepakt, zeg maar, en dat zal echt niet altijd lukken. Maar dat je wel weet van, ja, maar je moet wel iets substantieels hebben om ook weg te kunnen zetten. En als je iets van 8 minuten hebt, ben je altijd een onderdeel van een programma, zeg maar. Ja, ja. En, maar je hebt ook wel een gelegenheidswerk geschreven, bij mijn weten. Dat zag ik, zo'n opening van zo'n festival, van GLOW. Ja, van GLOW, ja. Ja. En nou, wat is jouw overweging om zoiets wel te doen? Of ook? Nou, maar dat bijvoorbeeld, dat was echt letterlijk dat dus de opdracht kwam eigenlijk van het Korenfestival. En die had een samenwerking met GLOW. En die voorzitter van het Korenfestival, die heeft letterlijk de voorzitter van het GLOW van mij weggehouden. Want die wilden allemaal, die wilden hele andere dingen. En dat was echt ontzettend grappig. Dat echt, dus uiteindelijk, maar dat is dan, omdat dat is dan wel eenmalig, maar wel op een goede plek met veel media-aandacht. Ja, met amateurs exposure. En met professionals. Ja. Kom je echt zo'n groot stuk dat je in. Ja, dat kijk, wat, wel doet. En, nou ja, kijk, het leuke, want dat is dan dat het leuke met amateurs werken is, nou ja, dat is een goed voorbeeld. Dan heb je dus een koor van 150 man. Ja. Weet je, dus dat met professors krijg je dat gewoon nooit voor elkaar. Ja. En dan heb je en als je dan in de amateur wilt, heb je echt goede koren. Is dat voor jou ook belangrijk? Dat je een stuk nog een keertje kan wegzetten. Dus je hebt een première of je hebt je krijgt een opdracht. En dat het herhaalbaar is. Hou je daar rekening mee bij het nadenken en over wat je maakt? Zeker, ja. Obvious reasons, money. Hoe vaker het gespeeld wordt, hoe meer auteursrecht gelden je krijgt natuurlijk als maker. Dus dat is, dat is gewoon belangrijk, want de schoorsteen moet ook roken. Ik hou er ook effectief rekening mee. Het stuk wat Fee, die noemt het altijd een trio. Oh, maar ja. Het is eigenlijk geen trio wat ik voor haar heb. Het is een heel modulair stuk. Wat is de titel van het stuk? Het stuk heet On Intimacy 6, Mosaïek. En het heet Mosaïek omdat het een modulair stuk is. Het is dus voor die soundtrack, voor een soundtrack. En trio of duo of duo's, hè, dus... Van de 3 mensen kan er 1 uitvallen of 2. Dus dan verhoog je de speelbaarheid alweer. Daar moet je dan structureel natuurlijk wel rekening mee houden. Op het moment dat je het maakt. Dat er niet te veel lappen wegvallen. Maar ja, dat is een manier voor mij om daar rekening mee te houden. Of open instrumentaties doe ik ook af en toe. Dat ik iets voor stem of zelf ingerichte geluiden die lijken op die stem. Dus dat iemand die geluiden zelf mag verzinnen. Dat is steeds gangbaarder ook, doordat nu misschien zelfs met corona, dat dingen een beetje meer in flux zijn met iemand is ziek, wat nu en zo. Ik hoorde van een collega uit Oostenrijk, zij is ook basklarinettiste, Petra Stoemp, Linshalm, dat zij, en zij componeert nu ook veel, en dat ze gevraagd was door een ensemble in Trondheim, Noorwegen, om een stuk te schrijven voor een open bezetting, omdat ze spelen dan vaak in flexibele bezettingen en ze missen dan vaak zo 7 minuten in het programma of zo. Mm. En ze willen dus nu een soort van pool van open werken hebben, zodat ze zich niet in een hele rare bocht te hoeven wringen om dan nog die 7 minuten te vullen, zeg maar. Het is eigenlijk best wel een leuk idee. Ja. Het grappige is dat dit idee eigenlijk in de jaren... Eigenlijk, Tera heeft heel veel stukken gemaakt voor flexibele bezetting. Jaren 60, 70 werd dat ook al heel veel gedaan. Ja. Dat je eigenlijk die stukken heel goed speelbaar zijn, ook voor... Nou ja, dat contemporary music for amateurs in Engeland is eigenlijk alleen maar open bezettingen, zodat mensen dat zelf op die manier kunnen invullen. Zeg maar. Maar goed, soms is het natuurlijk ook gewoon leuk om... om een opdracht te geven tot iets wat niet zo makkelijk herhaalbaar is. Wat wel begrensd is. En ja, wat wel begrensd is. Ja, ik bedoel, ik ben net bezig ook met nieuwe opnames. En voor in het kader van de Basklijn het Verstijn heeft Tobias Klein, mijn echtgenoot, die heeft een stuk geschreven voor 3 contrabasklarinetten en orgel. Nou, dat is best gek.
zeg maar. Maar dat vind ik ook wel leuk. Om een beetje collega's uit de wereld te kietelen. Om, ja, om iets met drie contrabasklarinetten en orgel te doen. Weet je wel? Dus dat is, vind ik dan wel leuk. En ik heb het zelf intussen nu twee keer. We hebben twee keer gespeeld. En dankzij Orgelpark en ook opgenomen. Dus nou ja, het is dat, in ieder geval. Dan is het ook de gelegenheid die maakt ook dat je dat laat doen. En dat is dat je. Je kan natuurlijk nooit samenspelen met je. Ah, nee. Nee, die kans is er bijna niet. Ja. En, nee, dat is heel leuk. Maar ik vind ga je daarom dan ieder ook wel. Festival weer herhalen. Ja, ja, precies. Als er weer zijn. Nee, maar daarom is opname vind ik ook belangrijk. Als ik denk, ik vind iets belangrijk als speler. Dan neem ik het eigenlijk ook op voor anderen. Zodat ergens anders in de wereld. Kunnen ze ook denken, oh leuk stuk zeg. Wil ik ook spelen. Dus het, ja. Dus de opname en de YouTube-filmpjes, die zijn eigenlijk een heel belangrijke documentatie geworden van het werk. Ja, en dan vind ik denk ik nog wel officieel cd-opname nog een veel belangrijker dan live-opname, denk ik. Ja, maar ik denk ook wel, kijk, cd-lp blijft echt een artistiek statement van oké, dit, hier sta ik op dit moment voor, zo wil ik het doen. En YouTube en Instagram en Facebook, dat is echt een PR-medium, zeg maar. Wat belangrijk is, en waar je veel, zeker voor de niche waar wij in zitten, zeg maar. Dat wil daarmee bereiken een internationaal podium. Maar, nou ja, wat u net ook al zei, van auteurs, YouTube betaalt geen auteursrechten, Facebook ook niet. Dus het is heel erg dubbel. Om daar aan mee te werken. Terwijl, tegelijkertijd moet je doen, want anders mis je gewoon de exposure, zeg maar. Dus het is ontzettend dubbel. Ik denk dat wij met z'n allen heel veel last van hebben van het feit dat we geen concertzender meer hebben. Nederland 24 uur per dag, vier dagen of zeven dagen in de week bestrijkt, zeg maar. Maar de concertzender is er toch nog wel? Ja, maar niet landelijk. Niet landelijk, nee. Maar dat is op de kabel. Dat is op de kabel, verschillende regio's op de kabel. Ja. Maar hij is er nog wel. Nee, dat klopt. Wel, veel mensen denken dat de concertzender niet meer bestaat. Maar dat. Maar het bestaat toch wel, zeker? Hij bestaat nog wel. En je kunt nog steeds allerlei streams. Er is veel online. Nee, dat klopt. Maar de wijze waarop het georganiseerd was, zeg maar. En ten opzichte van nu, dat is een enorme uitlating geweest. Ja. En daar ligt ook echt een probleem. Dat de publieke omroep haar publieke taak niet op zich neemt, zeg maar, of waarmaakt. Ja, de angst voor de radioluisteraar die dus dit geluid van zo'n stuk als Ambiversion door de radio moeilijk zou kunnen waarderen. En daar werd natuurlijk anders over gedacht in de jaren 80, 90. Ja. En, nou ja, ik denk ook met gesproken over van 1 uitvoering, 2 uitvoering, 3 uitvoering, 4. Ik speel dan in. Ik geef les in het conservatorium in Groningen. En toen was ik met studenten. Concert deden we in Leeuwarden, geloof ik. Ja, nou, het was in ieder geval in het noorden van het land. Ik denk Leeuwarden. Een lunchconcert. En uiteraard had ik bedacht om iets moderns te spelen met de studenten. En toen kwam een mevrouw naar me toe en die zei, ja, ik vond het wel bijzonder. Maar ook een beetje raar. Ik kan dan gewoon niet mee zingen. Ik zei, nee, maar mevrouw, u heeft het ook nog nooit gehoord. Dus daarom kunt u niet meezingen. Kijk, anderen, ze vergelijken, ze zei, ja, u bent klarinetist en ik hou wel van Mozart, klarinetconcert. Ik zei, mevrouw, dat heeft u heel vaak gehoord. Dus stelt u zich eens voor dat u dit stuk net zo vaak had gehoord. Nou, dat vond ze een heel interessante gedachte. Dan had ze het misschien best fantastisch, prachtig gevonden. En nu vond ze het ook al heel prikkelend. Dat was al heel wat. Ja. Ja. Nou, we hebben een aantal aspecten van het uitvoeren van nieuwe muziek en de heropvoeringen gehad. De verantwoordelijkheid ligt bij, zeg maar, de componist zelf, die in het lab van Bart mag experimenteren met groepen muzici om te proberen het stuk zo goed mogelijk te krijgen. Ja, en ook echt de relatie met het publiek. En de relatie met het publiek, in interactie met het publiek uit te proberen, precies. Ja, wat Ruud net ook zei, dat is ontzettend belangrijk. Ja, dan hebben we de muzici die echt hun best moeten doen om
het neer te zetten op het moment dat het podium rijp is. Belangrijke uitdaging. Ja. Voor de componist ook om het op een goede manier zeg maar, vast te leggen. Het zijn partituur, dan wel in combinatie partituur, opname, YouTube. Verantwoordelijkheid om, en we hebben natuurlijk verantwoordelijkheid voor podia om het werk te programmeren en de kans te geven om opnieuw te klinken en vaker te klinken. En nou ja, het is de nieuwe noten en de nieuwste noten beginnen altijd op kleine podia. Dat is eigenlijk toch dus een logische ontwikkeling. Ook popbandjes beginnen ook in een kleine zaal. Tuurlijk. En je gaat stap voor stap kun je je doorontwikkelen naar hopelijk een steeds grotere zaal. En dat is wat ook wel eens, dat merk ik dan bij beleidsmakers ook wordt vergeten. Dat de nieuwe muziek wordt afgerekend op aantal bezoekers. Die gewoon per definitie, als het voor het eerst gaat, in een zaal tot 50 gaat. Dat is in de hele muziekwereld de normaalste gang van zaken. Maar alleen bij de nieuwe muziek wordt daar een probleem voor gemaakt. Het is gewoon, en daarom dat ik het even live wil zeggen. Ja. Het is een heel normaal muzikaal fenomeen. geen enkele popband wordt in één keer groot. En dat geldt ook voor nieuwe noten. Die hebben de tijd nodig om te rijpen. En ook zich te ontwikkelen van de kleinste podia. Naar stap voor stap de grotere podia. Maar juist ook voor de hoeveelheid publiek. Doet die ze niet toe, zeg maar. Voor de ontwikkeling van muziek. Ja, want juist, zoals hier, maar ook bij mij. Het is zo laagdrempelig dat het gesprek tussen de muzikus en het publiek vanzelf spreken tot stand komt, zeg maar. Dus, en dat je ook als componist meteen merkt, oké, dit werkt wel of dit werkt niet. Maar ook dat die ene bezoeker die er wel is, het verschil kan maken door ambassadeur te zijn of een fantastisch boek erover schrijven. Of, En daar hebben we dus de cruciale laatste poot van al die verantwoordelijkheden. Ligt ook bij die luisteraars en bij de mensen die gaan zitten om te luisteren en zich mee te laten voeren door die verhalen die verteld worden door componisten en muzici. Ja, absoluut. Nee, ik als uitvoerder. Ik bedoel, het is natuurlijk geweldig als je een hele grote zaal enzovoort. Maar heel vaak is het dan, je kijkt in een zwart gat en dan hoor je klappen en dan ga je naar achter. En dan, nou, leuk. En te gek. Dat is ook heel leuk. Maar in kleine plekken kun je gewoon napraten. En dat is gewoon zo waardevol. Zeker als je nieuwe dingen brengt. Ja. Ja. En dat geldt ook voor jou? Ervaar jij dat ook zo? Ja, ik vind dat als maker, ook als speler, hoor, gewoon heel belangrijk. Dit heb ik wel door mijn leven heen moeten leren om dat te kunnen. Maar dat komt toch weer terug op dat je publiek beter leert kennen. Dat doe je al tijdens inderdaad de voorstelling of het concert of de opvoering, hoe je het wil noemen. Maar daarna ook, als mensen bijvoorbeeld enthousiast zijn of niet, wat ook vaak genoeg gebeurt, dan heb je krijgt ook een beetje een demografisch besef van oké, dat soort podium die misschien niet dit of dat, dus je gaat ook dan uiteindelijk ga je niet je artistieke integriteit aantasten of zoiets, maar je gaat toch wel daarover nadenken zo van oh, dit is soms dan zijn mensen gewoon aangedaan of quasi beledigd of ze zijn ontroerd, heb ik ook wel eens gehad. Dan denk ik, dat had ik helemaal niet verwacht. En dan, dat leer je in een grote zaal nooit. Nee. Want die mensen die gaan naar de champagnebar achterin het gebouw en die gaan daar napraten. Ja, dan niet over de muziek, maar over allerlei andere over dingen. Champagne. Over champagne. Ja, maar wat er vooral ook echt en ik heb geen idee hoe dat zich verder ontwikkelt, maar er is echt een andere manier van luisteren aan het ontstaan. Juist door de telefoon en andere apparaten, de iPads enzovoort. Nu, als iets niet direct aanspreekt, dan gaat het op de knop voorwaarts. En als men voor een LP opzette, dat derde nummer, ja, dat vond je in het begin wel. Maar ja, je ging niet die naald eraf halen. Dus daardoor stond je, zeg maar. Maar na 10 keer luisteren was dat derde nummer juist het mooiste. Dus zover komt het gewoon niet meer. En dat is echt,
echt anders. Ja, daar maak je je zorgen over. Dus. Ja. Dat zeppende luistergedrag. Ja. Waardoor mensen nooit meer toekomen aan ja, gewoon de wat afwijkende dingen of andere dingen. Of. En maar dat is dan ook de functie van live blijven musiceren en concerten organiseren, toch? Ja, nou ja, des te meer. Want om even een beetje compositorisch iets te zeggen, dan, ik bedoel, mensen zijn eigenlijk altijd, denk ik, redelijk gewend geweest om symfonieën te luisteren of zo. Dat is gewoon een structuur en nou, soms wijkt die een beetje af. Ik chargeer even, maar de mensen die wisten wat er ging gebeuren door zo'n structuur en daar waren ze aan gewend. Dat zijn we inderdaad, wat Bart ook zegt, dat zijn we denk ik een beetje kwijt aan het raken. En daarvoor is juist die première cultuur ook funest, want die structuur die wordt niet eens genoeg akoestisch opgebouwd in een zaal. Ja. Dus ja, dan vervliegt het. Ja, ja. Nou, ik denk dat goed, als uitvoerder is het dus mooi om. als je stopt met spelen, dan is het weer weg. Ja. Dus dan is het een mooie taak om het weer te doen. En want dan is te het er weer. Ja. Om weer te komen luisteren. En ja. Nou, de live muziek en live concerten blijven natuurlijk de plek waar mensen gedwongen worden om te blijven zitten en het hele stuk tot zich te nemen. En het is belangrijk dat die live plekken blijven bestaan, zoals dit podium, de Pletterij. Heel erg bedankt voor het, dat we dat hier konden organiseren. Ruud Roelofsen, dank voor je inbreng. Dank je wel. Bart van Dongen, jij ook. En Fies Schouten, zeer veel dank. Philomeen Lelyveld, dank je. Graag gedaan. Laten we nog even lekker napraten. Precies.